Johan Derksen heeft behoorlijk pittige uitspraken gedaan over Johnny de Mol en daarom is hij op het matje geroepen bij Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, hoewel de voetbalkenner nog steeds denkt dat Johnny zijn ex-verloofde Shima Kaas wel degelijk mishandeld heeft en hij beter van de buis kan verdwijnen, is zijn mening over Shima veranderd. Na dat gesprek met de Talpa-top noemt Johan Shima in zijn programma continu een borderliner. Opvallend, vinden critici. Johan Derksen is nu blijkbaar bij de Talpa-directie geweest en wordt nu ook als een soort van woordvoerder ingezet, merkte tv-kenner Rob Goossens op in RTL Boulevard. En Angela de Jong vraagt zich af of Talpa ook ingrijpt na Johans pittige uitspraken over collega Winston Gerstanovic. Laat gewoon directeurtje een uurtje koffie drinken met Johan Derksen. Dan brengt hij 's avonds in Vandaag een site braaf het echte verhaal over naar het publiek. Dat kan hij beter dan wie dan ook. Wilfred Gené vroeg gisteren aan Johan of hij al op het matje is geroepen voor zijn uitspraken over Winston. Vandaag nog bij de directie geweest, neem ik aan toch of niet, ik las Angela, die zegt, even bij Johan langsgaan en dan wordt alles weer opgelost voor Winston, maar dat is niet gebeurd vandaag. Nee, zegt Johan. Hij weigert om een goed woordje te doen voor Winston. Nou, voor Winston steek ik geen poot uit. Nee. Ik heb hem zien zweten, bij Jinek, en ik had een beetje met hem te doen, want hij moest zich redden maar hij redde zich niet, want je zag aan de lichaamstaal van alle mensen aan tafel dat ze er geen woord van geloofden. Winston moet gewoon eerlijk zijn, aldus Johan. Hij moet gewoon zeggen, ik heb een handige formule bedacht om makkelijk rijk te worden. De gulzigheid en het winstbejag wat hij in zijn hoofd heeft, dat heeft hem dit gedrag aangepraat waarschijnlijk. Hij vertrouwt goede doelen niet meer. De directeur heeft er altijd een waanzinnig salaris, hij rijdt in een peperdure auto, hij gaat overal uitgebreid zitten vreten. Dat gaat ook allemaal van het goede doelen geld af. Dat zijn toch een soort oplichters, die een luizenleventje hebben met het geld dat mensen beschikbaar stellen voor het goede doel. Johan vindt juist dat Wilfred is gedraaid na appcontact met Winston. Jij vond gisteren ook nog heel iets anders, want toen was je heel fel, en nu heb je blijkbaar informatie en zit je het allemaal te bagatelliseren, maar ik blijf het een gladjanus vinden. Wilfred, ik zit het te lezen en ik denk, als hij het zo uit had gelegd, was het veel beter geweest. Johan, ja, maar bij een goede organisatie hoort ook een goede PR. Als je pas na 4 rellen op tv met een plausibele uitleg komt, is dat een beetje laat voor een ondernemer. Je moet jezelf ook geen ondernemer noemen als je voor een goed doel werkt. Dan moet je een idealist zijn.